hier op de 39e fokdag van Noord- en Zuid-Holland. We hebben hier een prachtige mooie keuringsdag gehad. Het enige wat we ermee van kunnen zeggen is dat er wat veel wind stond, waardoor de paarden wel eens zich wat in een gespannen situatie lieten zien. En dat is dan wel eens een beetje jammer, dat gaat soms ten koste van de beweging. We hebben de dag nu vanmiddag afgesloten met een heel mooi kampioenschap. Een kampioen die zich uitmuntte in, met name in de beweging. Hij had heel veel ras, zeer correct van bouw, dus wat dat betreft een hele mooie kampioen. Het is dan ook heel fijn dat je een enter als reservekampioen kan maken. Het enter wat opviel niet alleen door zijn hele mooie ras en zijn hele jeugdige opdruk, maar met name ook door zijn manier van bewegen. Heel mooi achterbeengebruik en heel veel souplesse. Een hele mooie kampioen. De hele middag hebben wij eigenlijk een heel mooi kampioenschap gezien. Het begon een beetje laat, het kampioenschap. En dat was met name vanwege het middagprogramma dat een beetje aan de lange kant was. Dat is de kritische noot die we misschien hier vanmiddag even moeten laten horen. De fokvereniging is gaan nadenken over een iets andere programmatuur, waardoor het allemaal een beetje sneller kan gaan. Het is jammer dat met zo'n mooi kampioenschap dat dan het publiek een beetje weg is. Want dat had het wel verdiend. Het waren mooie kampioenen, mooie paarden, een fokvereniging die ook vanmiddag weer heel veel kwaliteit heeft laten zien. En als je dat vergelijkt met een aantal jaren terug, dan zie je toch ook bij deze fokvereniging een stijgende lijn.